Hey yo, kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik terug met meer een Bloonstone Fans 5. Yeah! Jawel, het is een hele tijd geleden dat we onze Bloonstone Fans 5 challenge hebben gedaan. Voor je het geval het even was vergeten. De Bloonstone Fans 5 challenge van Shadow Games 23 is om alle levels te verslaan. Op easy mode, normal mode, hard mode. En de laatste mode die erbij is gekomen, extreme of super duper moeilijk, weet ik wel hoe die het noemt. Maar uh, ja, voorlopig gaan we dus eens proberen om alle levels op easy te verslaan. Maar goed, ja, dit is episode 9, dus we zijn al bijna bij episode 10. En ja, ik ben ondertussen rank 52 en ik heb al aardig weer wat uh, gespaard. Dus uh, ik heb ook best wel wat uh, ja, levels verslagen op uh, normal. Deze heb ik al op hard mode verslagen. En uh, deze heb ik al verslagen op normal mode, dus ja. Maar goed, vandaag gaan wij dit level doen, Archipelago. Het is een leuk level, maar. Uh, ja, het is wel intermediate. En we kregen er dus ook 30 Monkey Dollars voor. Dat is wel goed. Maar. Uh, ja, de strategie die wij hier vandaag gaan toepassen. Is uh, redelijk simpel. We gaan zoveel mogelijk Bakkeneers plaatsen. We gaan een Glue Gunner plaatsen. En. That's it. Niet meer, niet minder. Misschien wat Super op het eind. Er is niet echt ruimte voor. Want dan moet je ook weer een Monkey Village bij hebben. Dus. Um ja, maar goed, voorlopig dus alleen bakkerneers. Maar goed, waar wil je de eerste bakkerneer plaatsen? Wel, die wil je hier doen. Want wel, als je hem was straks met range upgrade. Dan kan hij dit stukje raken. En hier kan hij nog wat meer raken en hier. Dus dat komt heel erg handig van pas. Even kijken, goed wel. Het voelt echt fijn om weer Bloodstone Fans 5 te recorden. En dit is trouwens ook even mijn allereerste commentaar met mijn nieuwe mic. Ik heb gisteren al de. Uh, Zoetaikoen, uh, 2 episode 1 DURPSOE gerecord. Dat, dat kan er een beetje verkeerd uit of niet? Ik, ik wou zeggen, episode 1 van de DURPSOE. Maar, um, uh, ja, toen was de audio niet echt super goed. Ik had een hele zware stem. Maar ik heb hem nou wel wat weer aangepast. Dus hopelijk is hij nou goed. Ik heb hem ook in een andere positie staan. Dus, uh, ja, maar goed. Wat wil je op dit moment doen? Je hebt ook, uh, ja, Glu gunner moet je mij horen. De Buccaneer. Uh, net geüpgraded naar Shot. Uh, wat je nu wilt doen, is je wilt nou een Glu gunner kopen en plaatsen op dit kleine eilandje hier. Ik weet dat die plek is voor een Glu gunner. Ah, kijk, there we go. En, uh, ja, als ik soms een beetje verminkt klink uh, in Blue Star Defense 5, dat komt dan omdat het een hele tijd geleden is dat ik een Blue Star Defense 5 commentary heb gemaakt. Dus, uh, ja, ongeveer twee, ja, twee weken, denk ik. Want, eh, um, uh, Shadowgames 3.20 lag een uh, tijdje stil, dus, ehm... Um, ja, maar goed, ik heb dus wel veel Ronald Minecraft voor jullie een aanbieding. Dus uh, soms gaan jullie ook twee episodes uh, per dag daarvan zien. Gewoon omdat ik uh, echt gewoon wat, uh, ja, wat sneller wil gaan met Ronald speelt Minecraft. Want er komt niet zo heel veel meer uit. En uh, ik herinner me nu, ik moet echt gaan beginnen met de 1.5 playthrough, Meen Ik denk ook wel dat we zeer snel gaan beginnen met de 1.5 playthrough, Ik denk volgende week maandag, denk ik. Dus uh, ja, 1.5 is dan ongeveer een week uit. Dus um, ja, dan weet ik ook weer een beetje wat er allemaal in 1.5 is. Dus um, ja, volgende week maandag gaan we beginnen met de 1.5 beleefd. dat zeg ik nou, maar vast Even kijken, goed. De Glue Gunner heb ik al aardig wat upgrades gegeven. En ik heb hem uh, op strong gezet, zodat hij de LED Balloons aan kan zo meteen. Maar goed, um, uh, je wilt de Bakkeneeren nu upgraden naar Faster Shooting. Daarna wil je hem upgraden naar Crows Nest, want je krijgt wat last van Camo Balloons uh, straks. Nou, en daarna kun je hem upgraden uh, hierheen. Of je kunt gaan sparen voor een, een tweede baccaneer. Het hangt er puur vanaf of je um, uh, touwens de ballonnetjes aankunnen. Of als, uh, als, als ze ongeveer hier komen, dan wil je een extra baccaneer hier plaatsen. Dus ik ga gewoon even uh, extra range geven. Want wel, ik hoef geen uh, extra baccaneer te hebben. Want de ballonnetjes komen amper voor bij de glue gunner. Kijk, dit bedoel ik dus. Nou komen ze een beetje ver. nou moet ik gaan sparen voor een, een baccaneer. Dus, um, ja... Maar goed, even kijken, ik voel me nu net zo'n uh, zo presentator van VV38 met zo'n microfoon en zo, best wel fancy. Goed, even kijken, nou, uh, ja, ik heb ook best wel een zaar stem vanochtend, dat merk ik ook wel jongens, dus uh, het ligt niet aan mijn mic, maar het ligt aan mij, want wel, um, het is redelijk ochtends vroeg en ik weet niet wat het is, maar na twaalf uur verandert mijn stem, het is super falend, ik weet het, maar ik snap het zelf ook niet, maar het is nog helemaal zo. Even kijken, ik bedoel niet te zeggen van nou, de commentaar worden in een keer hartstikke slecht omdat ik een wat zwaardere stem heb. Nee, natuurlijk niet. Gewoon dat jullie het even weten dat het aan mij ligt, niet aan de microfoon. De microfoon, jee, ik weet niet wat je bedaagt. Microfoon, wat stom. Maar goed, even kijken, dus een redelijke simpele strategie hier vandaag: gewoon een paar towers. En in principe kun je dit level verslaan met uh, twee uh, destroyers. Uh, maar je hebt echt wel die glue nodig, puur voor uh, de led balloons. En, ehm, um, ja, om de blonnetjes gewoon wat trager te maken en zo. Dus, ja, de, de glue gunner gebruik ik meestal om ze wat trager te maken. En voor de led balloons. Ik gebruik de glue gunner meestal voor de led balloons, Puur om het feit wel, uh, de glue gunner is pas goed tegen normale blonnetjes als je de glue splatter update hebt gekocht. Dat is, um, oh mijn god, ik had die niet eens gekocht. Maar dat is deze upgrade, glue splatter. Uh, ik denk dat ik daar nu voor ga, want ik merk wel de blonnetjes die worden niet allemaal geglued. Dus, um, ja, even kijken, maar ja, daar heb ik dus die extra bakken neer Om de ballonnetjes die niet zijn gloed Gewoon uit te schakelen, dus ja, maar goed uh, Ik vind dit een grappig leveltje, dat zeker um, Dus even kijken, nou komen ze dus inderdaad Een beetje te ver, maar goed Dit is een heel uh, uh, ja, moeilijk level Daarom is het ook intermediate, want wel Je hebt niet echt plek voor banana farms, even kijken Ik pak er even één kijk dan, oh dat is een mankia print Dus dit is een banana farm, je kunt er hier één kwijt kun Je kunt hier niet twee kwijt jongens, uh, en verder Kun je er nergens één kwijt, dus dan moet je hem Helemaal naar uh, Links op redden. Wil je echt gewoon het maximale uit de benette vorm halen Dus, ja, dat is in principe de verspilling van geld helemaal Omdat het ook op easy mode is Dus ik zou gewoon um, uh, Buccaneers en Gloogunners gaan plaatsen Dat is gewoon het enige Je kunt uiteindelijk misschien hier ook nog wel een glue gunner plaatsen uh, Dat ga ik niet doen, maar misschien is dat op de normal mode is wel erg handig Dat weet ik niet, dat moet je zelf nog even bekijken We zijn nog lang niet toe aan de normal levels Maar wat ik wel heb bedacht, jongens Is dat als we eenmaal alle easy levels hebben verslagen op Bloodstone Defense 5 dan uh, neem ik wel even een pauze om met wat andere games te gaan beginnen. Ik zit eraan te denken om daar iets van. Happy Wheels te doen ofzo. Of als er een nieuwe Angry Birds is uitgekomen, dat we die dan gaan doen. Want ik wil echt nog een keer. Uh, Angry Birds een kans geven. Want wel. Uh, vroeger. Um, sommige oude fans van mij die herinneren zich dat nog wel. Ik had vroeger een. Um uh, ja, wat is het? Een soort van haat tegen Angry Birds Space. Want ik speelde die game op de PC. En ik had ook een leuke playthrough van op zo. Op Shadow Games 23. En het was zo enorm falend. Het was gewoon, gewoon werkelijk slecht. Dus ik raced er gewoon. Weet ik vloe hard. Maar um, ja, ik ga proberen om dat dan dus in de komende Angry Birds Playthrough niet te doen. Als het überhaupt uitkomt. En ja, als er een nieuwe Angry Birds uitkomt. Als we al met de Bloomstar Advance 5 playthrough zijn begonnen. Dan ja, jammer dan. Maar Bloomstar Advance 5 wil ik wel een serie houden op Shadow Games 23. Want er zit niet zo heel veel. Ja, live commentaries van bloedstoten van vanzelf op YouTube. Helemaal niet in het Nederlands. En ook helemaal niet in deze kwaliteit. Volgens mij ben ik de enige die dit doet. Dus. Um... Ja, vind ik wel leuk. Heb ik ook eens een keer iets wat echt uh, van Shadow Cube 23 is. En ik merk wel, jullie vinden het niet zo super leuk. Uiteraard vinden jullie Ronalds speelt Minecraft leuker. Ik vind dat ook gewoon een stuk leuker. Maar Bloodstained Fans 5 is wel gewoon grappig. Als ik iets tegen jullie wil vertellen. Of gewoon ergens met jullie over wil praten. Of ja, weet, weet ik veel. Ik, ik, ik vind het gewoon leuk om te recorden. En uh, ja, maar ik beloof jullie, ik zal niet gaan spammen met die afleveringen. Ik zal af en toe eens een keer wat uitbrengen. Want uh, ja, wat is gewoon makkelijk te recorden. Makkelijk te editen en makkelijk uploaden. Dus als ik gewoon uh, niet om met 3 ...twee echte video's heb geüpload... ...dan pleur ik er gewoon nog een Bloedstar 5 bij. Want wel, video's als de Durbs hoe ...zijn redelijk moeilijk te recorden... ...want je moet je editen en uploaden... ...dus dan moet ik altijd s ochtends doen. En ik heb nu uh, twee destroys, by the way. Dus uh, ja, wel, dan moet ik nog even kijken. Um, uh, stel nou bijvoorbeeld... ...kijk, ik heb gewoon als het Minecraft... ...en ik heb bijvoorbeeld een GTA geüpload, ja. Um, dan moet ik in principe nog... ...of Bloedstar Defense 5... Of de Derp Zoo, of ja, iets anders. Een andere pleeftrof, zo, Happy Wheels of zo, weet ik veel. Maar dat is allemaal redelijk moeilijk te recorden, jongens. Want Happy Wheels, dat kan soms enorm falend gaan. Uh, en de Derp Zoo, dat vergt heel veel voorbereiding. En dat moet ik ook dan live recorden. En meestal zijn dat wat lange episodes. Dus is dus altijd een beetje oppassen. En, uh, ja, dit is gewoon Bloodstained Defense 5 makkelijk om te uploaden, dus als jullie af en toe wat veel Bloodstained Defense 5 zien, dan beloof ik jullie dat dat wel zal minderen, maar, uh, ik werk er enorm hard aan, en we hebben al lekker wat geld over, dus ik koop deze upgrade even, Blue Hose, of, nou, nee, ik denk, een Bloon want die kan ik wel heel erg goed gebruiken, puur om het feit, wel, die schakelt ook ballonnetjes uit, dus, ja, maar goed, volgende punt. Um, wat voor punt had ik nog meer? Um, nou, nope, nope. jam it, nou weet ik het meer. Oh ja, jongens, als jullie soms... Want soms zijn het gewoon maar twee video's. Uh, dan komt het dat of Ronald Spot Minecraft echt gewoon enorm lang is. Want soms dan heb ik ook wel Ronald Spot Minecraft episodes die gewoon echt 20 tot 30 minuten lang zijn. Dat duurt 6 uur om te uploaden bij mij. Dat is echt gewoon... Ja, dat duurt gewoon echt zo lang. En dan is er in principe nog maar ruimte voor... Voor of een... een, een um, ja, een kleine video. Zoals bijvoorbeeld iets van. ja, weet ik veel. Um, Bloodstar Defense 5. En ja, verder in principe niks meer. Dus ja, of ja, een hele kleine uh, gameplay van GTA of zo. Maar ja, GTA gameplay is nog altijd redelijk lang. Even kijken. Goed, nou, ze komen er een beetje door. Wat je nou op dit punt wil doen is je wilt proberen een supermarktje te plaatsen. Uh, ik zei wel, we gaan vooral te werk met uh, uh, Pietje en Karel en Henky. Alleen wel, ze komen er een beetje door. Ik had het niet verwacht. Helemaal niet. Omdat ik ook al de bloeders over heb. Uh, wil je gewoon een supermonkey plaatsen? Je hebt geld in overvloed. Je kunt een monkeyvelings plaatsen. hoef je in principe niet te doen. Uh, of Nou, ik doe hem wel. Want dan uh, heeft de Blue daar ook een beetje profijt van. Dus um, ja, ik doe het wel. Maar de supermonkey heb je in principe um, geld zat voor. Je hoeft het, het monkeyvelings niet te plaatsen. Uh, het is handig. Uiteraard. Oh jezus, 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 jezus. Dit had ik niet verwacht. Oh mijn god, mijn beeld ook nog. Oh, dat had ik zo. Ik record is op vierkant van Cam, dus... Even kijken, volgens mij is dit redelijk goed. Dat zag ik niet aankomen, helemaal niet, omdat ik twee... 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 Ah... Ik had die tweede kroosnest niet. I see, I see. Ja, ja, even kijken. Uh, oh, mijn god. Ze komen erdoor. No, please. Even kijken, kom op, die Nou zijn we weer een beetje zeker van onze zaak. We hebben een, uh, wel 11 levensvloer, maar mm, ja, we zijn, we zijn op een steekjes gestrapt, dat is zeker. Maar het zijn geen grote verliezers of zo, dat we gewoon uh, zoiets van, uh, oh, help, help, moeten hebben. Nee, we moeten gewoon uh, de supermarket-up Upgrade kopen en wel. Nu zie je wel, nu maken we tenminste de kans. Dus uh, even kijken, en nu ga ik ook even de Jungle Drums kopen. Eh, dan ga ik hier popping, bla 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 bla. Ah, je not, dan kopen we die ook. Radar scanner. Ik wil het niet, maar misschien is het wel handig. Of nou, nee, als we deze toen ook hadden geübcreated, waren ze er niet door gekomen. Maar ik dacht dat ik die wel had geübcreated, dan kan ik niet. Even kijken, goed, de eerste is Dat gaat niet goed, dat gaan niet goed, dat gaat niet goed. Nee, 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 nee. Oh, mooi. Nu moet ik hem echt zorgen gaan maken. Die gaat totaal niet de goede kant op. Even kijken, of na. Kijk, dit bedoel ik dus, dit bedoel ik dus, dit bedoel ik dus. Camo's. Oh, nee, ze worden wel tegengehouden. Dat, dat, dat is dan tenminste weer iets. Kom op, ik moet de plasma blast hebben. Dan zijn we in business. Kom op, little buddy. Kom op, little buddy. Kom op, little, little buddy. Kom nou, geef mij de plasma blast. I command it goed zo. Goed, hè, hè. Nou, nu zie je wel. Dan worden ze gewoon geïnstakilled. Nu zijn we vrijwel zeker van onze zaak. Goed. Wat je ook kan doen is: je kunt hier een spike factory plaatsen. ik doe het niet. Omdat wel, ik heb het niet nodig. Dus, uh, ja. Even kijken, goed. Nu willen we deze even kopen een Scanner Gewoon voor de Zeke. Want er kwamen alweer een, uh, een flink aantal Camel Bloons. Uh, langs als een Bakkeneer Defense. Dus uh, ja, en nu hebben we de um, ability van de. Um, um, uh, hoe heet dat? We weer, Monkey Velis gekocht. En nu maakt ze gewoon in principe geen kans meer. Even kijken. Ik ga nog even een uh, supermarket plaatsen. Just for good measure. En gewoon uh, om zeker te zijn van mijn zaak. Dat we niet uh, worden verrast door, weet ik, voor mohawks of geen idee. Nou, als je even kijkt, we zijn bij ronde 50. Dus dit is de laatste ronde, even kijken. Uh, nou, wat het gaat redelijk goed. We hebben 11 levens verloren. Kijk eens, dus nu hebben we ook al uh, laserblast. Maar goed, jongens, we hebben het level verslagen. Uh, ik ga het hierbij laten voor vandaag. Ik ga jullie even vragen om een leuke kleine like achter te laten. Bedankt voor het kijken allemaal. Ik ga jullie ook vragen om even te volgen op Twitter. En ik ga jullie ook nog vragen om even te subscriben. Mijn god, ik vraag wel veel van jullie. Maar goed, ik zou het enorm waarderen als jullie dat allemaal even doen. Maar goed, ik zie jullie hopelijk de volgende keer weer bij meer VS 5 Later mensen!